Dit programma is mede mogelijk gemaakt door BMX Supercross Papendal Gijsse aangepast sanitair en WKveldrijden.com. Welkom vanuit een zonnig, gezellig, maar bovenal ook koud Sankt Wendel bij het WK Veldrijden. In deze uitzending blikken we vooruit op de dag van morgen als de elite renners, maar natuurlijk ook de vrouwen hun WK rijden. Maar eerst de dag van vandaag. Het WK voor renners onder 23 en als eerste de junioren. Vier Brabantse junioren aan het vertrek in Sankt Wendel op een parcours dat spekglad is. Kijk eens, dit gebeurt er in de eerste ronde. Geen doorkomen aan, een ijspiste zonder grip. De oranje trui met nummer 8 komt er wel doorheen. Stan Godrie uit Sundert. De kopman van Oranje is Danny van Poppel uit Moergestel. Hij ging voor een medaille. En hij vindt hier bijna de aansluiting met de koplopers. Maar dan rijdt hij zich compleet vast. Van Poppel moet met een blessure de strijd staken. En zo eindigt zijn WK. Gedesillusioneerd en snikkend tegen een muurtje. Nou, ik hoopte op het podium en kwam in het lint. Daarna probeerde ik nog naar boven te lopen, te klimmen. Ja, en dat lukte niet. Iedereen viel over me heen. En ik kon gewoon niet boven. Ik moest mijn fiets naar boven gooien. En ja, ze hebben me geholpen om naar boven te klimmen. En ja, dat is veldrijden. Stan Godrie is de enige Nederlander die een beetje kan volgen. In een wedstrijd die gedomineerd werd door de Fransen. Clément van Turini was met afstand de sterkste bij de junioren. Godrie komt binnen op een verdienstelijke tiende plek. En hij ziet nog net hoe de Fransen elkaar in de armen vallen. Zij zijn 1, 2 en 3. En zoals de Fransen heersten bij de junioren, een paar uur later bij de belofte was de hoofdrol voor de Nederlanders. Lars van der Haar werd eerder al Europees en Nederlands kampioen. En hij sprint in Sankt Wendel nu ook naar de regenboogtrui. Daarachter is het zilver voor Mike Teunissen. De eerste twee medailles voor Nederland zijn binnen. Je wilt altijd graag dat bij de jongere categorie dat je minstens één medaille haalt. En als we er twee halen en dan nog eens een wereldkampioen, dat is super. Morgen nog een regenboogtrui? Nou ja, dat zit er zeker in. Ik denk zeker al in deze omstandigheden dat Marianne ver kan reiken. Maar ook Sanne zou heel ver kunnen reiken. Dus ik heb er hoop op. Een podiumplaats is het minste wat we verwachten bij de vrouwen. Zit er een stunt in, bijvoorbeeld bij de elite jongens? Gerben de Knecht is niet echt een parcours voor hem, hè? Nee, nou ja, goed, dat is misschien wel zo. Maar aan de andere kant, Gerben is een solide renner. En hij gaat er altijd top 10 rijden en misschien wel top 5. En wie weet, met een hele super dag en misschien wat valpartijen van concurrenten, kan hij misschien toch op het podium raken. Wie weet. Ik wil me toch nog wel laten zien hier. Ik hoop wel op een plek tussen 5 en 10. En daar ga ik eigenlijk wel voor. En, ik bedoel, wereldbeker en zolderwerk vierde. Dat ik niet ver van het podium. En je weet maar nooit. Een WK is altijd een gekke wedstrijd. Eerst met een grote maat, jongen. Nederlands succes hier bij het WK veldrijden in Sankt Wendel. En laten we hopen dat dat morgen ook het geval is. Bijvoorbeeld bij de vrouwenwedstrijd live bij Omroep Brabant om 11:15 te zien. Graag tot morgen. Het WK veldrijden in Sankt Wendel gaat nog één dagje verder. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door BMX Supercross Papendal Gijsse aangepast sanitair en WKveldrijden.com.